ben Nico-Jan Koenders uit Westervoort. Ik heb duiven sinds 1979. Ik speelde jaren Vitesse Midfront, Dagfront. In 2002 was ik nationaal kampioen met de jonge duiven. 2003 was ik beste liefhebber, wie heeft ze beter, met de oude duiven. 2006 en 2007 won ik de nationale Dagfrontspiegel. 2008 was ik ook de beste bij de Dagfrontspiegel over 3 jaar. En direct mooie successen behaald. Ik werd derde bij Marathon Noord Middaglossing. Ik werd aangewezen kampioen van afdeling 8. 2020 ging het eigenlijk prima verder. Opnieuw aangewezen kampioen afdeling 8. Superkampioen totaal superfondclub. En tweede bij de Noordelijke Unie op de Meerdagsfond. Dus dat is eigenlijk een mooi begin om mijn overnacht carrière mee te starten. Ik wil jullie graag meenemen hoe ik me durf te verzorgen in het sportseizoen. Sportseizoen enorm belangrijk. Als we kijken naar de andere periodes, als we kijken naar de ruimperiode, hebben we enkel een ruimmengeling nodig. En we kunnen wat lichter maken met andere producten. In de kweekperiode zijn natuurlijk onze eiwitten enorm belangrijk. In de sportperiode is dat een ander verhaal. In de sportperiode hebben we te maken met verschillende wedstrijden, verschillende afstanden, verschillende onderdelen, waarin we zelf willen kijken of we kunnen pieken op bepaalde afstanden. Ik heb mijn vertrouwen gegeven aan Gerry Plus Black Label. Black Label staat voor zwarte mais. Zwarte mais, in tegenstelling tot rode of gele mais, bevat meer antioxidanten, dus komt minder snel tot spierverzuring. Ik voer op het Vitesse Midfront 1/3 Gerry Plus en 2/3 Superstar Black Label. Die meng ik door elkaar. En 2 keer per week voeg ik daaraan toe Form Oil Plus. Een mengeling van verschillende oliën. Iets meer als een eetlepel. Ik meng het goed door elkaar. Zodat de olie zich goed verspreidt over verschillende zaden en granen. En ik voeg daaraan toe 2 eetlepels biergist. Goed mengen. En op deze manier is het gebruiksklaar. Ik gebruik deze mengeling in kleine hoeveelheden, zodat ik zeker weet dat de duiven het allemaal goed opeten. Als de vluchten verder gaan, hebben de duiven meer energie nodig. Ik heb hiervoor Master Exclusief, een vetrijke mengeling met hennep, gepelde pinda's, sojabonen en ook zwarte mais. Als de wedstrijden richting de 500 kilometer gaan, dan laat ik het Gerry Plus vervallen. En die 1/3 Gerry Plus die vervang ik door 1/3 vetrijk voer. Zodanig dat we tot een sportmengeling komen die vetrijk is, zodat de duiven reserves hebben, zodat ze fit naar huis komen. Belangrijk is dat omdat wanneer een duif echt zeer vermoeid is, dan zal hij de week erop moeite hebben om te herstellen, laat staan goed te trainen. Dus hoe fitter de duif naar huis komt, hoe beter dat het is. Dus even een resume. Vitesse Midfront spelen we 1/3 Gerry Plus, 2/3 Superstar Black Label. Als de vluchten verder gaan, dus vanaf de dagfront, een week voor de eerste dagfontvlucht, gaan we vetrijk 1/3 vervangen voor de Gerry Plus en doen we 2/3 Superstar bij. Het verschil met oeren tussen de Vitesse Midfront en de dagfront is dat bij de Vitesse Midfront moeten de duiven echt alles opeten. Er mag wel iets blijven liggen, maar niet te veel. Bij het moment dat de vluchten verder gaan, ga ik de duiven apart voeren in een eigen broedkooi in potjes. Krijgen ze 2 eetlepels per duif, dat zullen ze niet opeten. Ze hebben nooit geen honger. Het voordeel daarvan is dat ze eten naar behoefte, wat ze nodig hebben. Ze trainen beter, omdat ze geen honger hebben. En dat ze beter trainen, zal de conditie beter zijn. Je krijgt geen dikke duiven. Duiven zijn gewend, er staat altijd voer. Dus ze zullen niet snel eten, geen volle krop. Het voordeel daarbij is, in tegenstelling tot wanneer je opvoert. Als je namelijk opvoert, dan voer je in het begin van de week weinig, of in ieder geval kort of licht verteerbare mengeling. Je gaat woensdagavond ga je volledig voer geven. Die duif eet woensdag alles. Die eet donderdag niets, want die heeft de dag ervoor goed gegeten. Die zit donderdagavond wordt die ingekorf. Die zit vrijdag in de mand, heeft hij de dag ervoor niet gegeten. Eet een beetje mais in de mand, wat ze krijgen als transportvoeding. En vervolgens moet hij zaterdag vliegen. Maar dan heeft die duif eigenlijk vanaf woensdag bijna niet meer gegeten. Dus de zorg, wanneer de vluchten verder zijn, dat je ruimer gaat voeren, dat die duif iedere dag eet naar behoefte, dat is een tekorte, zelf uitzoekt, zelf aanvult. En dan zal die, als je dus meer voert, zal die iedere dag hetzelfde eten. Dus op donderdag, de dag van inkorving, heeft hij ook nog voldoende gegeten
En dat helpt de duif in de reserves die ik moet aanspreken wanneer die op zaterdag moet presteren. Dat is mijn manier van voeren. Ik doe het al jaren, ben redelijk succesvol erin en het gaat het systeem niet veranderen. Wilt u meer informatie over de verschillende producten van Verzelen Lagen? Ga naar de website verzelenlagen.com.